stepfiets of een rolschaatsfiets uit 1880. Het werkt prima, de schoen die, kan daarop zo worden vastgemaakt. En als het allemaal te hard gaat, er zat hier vroeger een touwtje aan, dat gaat omhoog en dan heb je een handrem. Dit is dus 1880, maar hier, fraai in messing en van steen. Dit is denk ik wel de eerste skiler, is ook echt gebruikt, rond 1800. En dan moet ik even vertellen, deze hele fraaie collectie is van de heer Kedde uit Sneek. Die heeft dus al deze fraaie dingen verzameld. Nu dan terug naar de realiteit. Tweede keer in de historie, de 200 kilometer skielerrace in Friesland. Een uitputtingsslag. De eerste keer kwamen er van de 160 deelnemers maar 26 aan de finish. Hoe ging het deze keer? Gaat u kijken naar een reportage van Pim van den Bos, Hein van Nieveld en Anke Ooms. De dag waar het skielercircus naar uit heeft gekeken. Ruim 100 man en 1 vrouw aan de start voor de 200 kilometer Heineken skielerrace van Leeuwarden naar Sneek. En via Sneek gaat het via Ozingehuizen, de Hommetst, Spannenburg, Tjerghaast, Sloten op weg naar Rijs, het zuidelijkste puntje van het mooie Friesland. En dan de volgende route is naar Heerenveen, opnieuw via Spannenburg. En van Heerenveen gaat het richting Drachten via Gorredijk en Beesterzwaag. En hebben we Drachten gehad, dan is het Dokkum. En natuurlijk weer terug naar Leeuwarden. Waar 's ochtends vroeg om 8 uur de mannen en de ene vrouw klaar waren voor de start. Het ontvangst nemen natuurlijk van de startnummers. En dan die laatste spannende momenten van voorbereiding. Waar gaat het allemaal om? Wat is belangrijk? Nou, ik denk dus dat veel mensen last krijgen van de kuiten en van de knieën. En ook dus waarschijnlijk wel veel mensen met rugklachten die dus last aan hun rug hebben. Egbert, je bent bepaalde lichaamsdelen aan het intapen. Waarom doe je dat? Nou, dat is in eerste instantie om irritatie te voorkomen van de rand van de schoen. Omdat je 200 keer of 200 kilometer hoe vaak een beweging moet maken. En dan gaat de huid irriteren. En door af te tapen bescherm ik de huid wat. Zo'n end, 200 kilometer skielen, kun je normaal gesproken niet in je eentje doen. Maak je afspraken met je concurrenten? Nou, als je met een groepje vooruit bent, dan maak je zeker afspraken dat je allemaal je werk probeert te doen. En dat je bij elkaar blijft. Want dat is gewoon een kwalijke noodzaak om de finish te halen. En de laatste 50 kilometer, dan is het toch weer ieder voor zich. En dan rij je puur voor de overwinning. Maar de eerste 150 kilometer is het toch zaak om goed samen te werken. Wat eet u nu onderweg? Ik heb dit keer een stukje suikerbrood mee. En wat roosvissé, maar verder heb ik ook wel eens krentenbollen mee of zo. Hebt u een verzorgingsteam? Ik heb 2 man bij de weg die mij een beetje proberen te verzorgen. Ik hoop dat ze op tijd zijn. En die mensen uit Amerika. Hoe komt iemand die in Amerika woont terecht in Friesland om daar 200 kilometer te gaan skileren? Omdat ik op skileren gek ben. Daarom. En er zijn heel weinig skielers en skielermensen in Amerika. Heb jij ook mensen die je onderweg gaan verzorgen? Ja, die man hier. Hoe kom je daaraan? Hoe kom je daaraan? Van een lift. Toen ik naar Sneek kwam om in een skielerwedstrijd mee te doen, ben ik gaan liften. Heb ik eerst een lift van Jan Hiekema gekregen en daarna van deze mannetje. Ja, het is gewoon doordouwen, afzien, want het is enorm zwaar. Vooral als je iets boven je kunnen rijdt, dan hang je op een gegeven ogenblik in de bomen, hoor. En vorig jaar hingen er heel veel mensen in de bomen. Het startschot om 8 uur precies van burgemeester Telo van Leeuwarden. In eerste instantie gaat het allemaal nog onder begeleiding door de straten in Leeuwarden.
onder begeleiding van politie en van heel veel goede organisatoren hier in het Elfstedenbeeld. En daar komen ze aan op weg naar de officiële start. En dan kunnen de mannen en die ene vrouw beginnen aan 200 kilometer skileren door Friesland. Nog enige seconden en dan wordt de start vrijgegeven. Dit is de spoorlijn bij Wijdgaard. Nog even oppassen en daar gaan de heren. In de eerste editie van deze 200 kilometer skielerrace zagen we al heel snel een kopgroep. Nu deden de heren het wat rustig aan. Ze bleven aanvankelijk nog allemaal bij elkaar. Uitstekende omstandigheden, prima weer, lekker temperatuurtje. En de heren hebben al snel een goed tempo, om en nabij de 30 kilometer per uur. We zijn op weg naar de kopgroep en hier zijn ze dan, twee man weg, Anne Talma en Klaas Kok. De peloton heeft moeite om het hoge tempo van deze twee heren bij te houden. Ze hebben een voorsprong van ongeveer 1 minuut. En hier onze vrolijke Amerikaan met dat fraaie petje. Maar ja, je zal wel je best moeten doen, wil je erbij blijven. 24 kilometer van de 200 kilometer zitten erop. We zijn in Sneek. En hier de doorkomst van de twee koplopers. Inmiddels is de voorsprong gegroeid. Ze hebben een voorsprong van ongeveer 2 minuten. En daar komt het peloton aan, nog steeds allemaal bij elkaar. Een heel goed ritme met Erik Hulsebos aan de leiding. En alle grote namen, daar Benny van der Weijden in dat peloton. Nog niets aan de hand, rustig afwachten en kijken wanneer de slag gaat vallen. En daar komen de eerste klappen, het peloton verbrokkelt. Het is nu zaak om erbij te blijven. Ben ik gedemareerd, of voor Sneek eigenlijk. Ik had al een paar keer wat geprobeerd om weg te komen. En op een gegeven moment lukte het dan. En er waren toen al twee man waren er weg. En de eerste man heb ik teruggehaald. En zijn met z'n tweeën verder gegaan, was er nog één koploper. En waren we buiten de 100, ik denk kilometer of 3. En het peloton kwam ons weer op de hielen. En ik had wat last van mijn lies. Maar betekent het misschien dat je toch in het begin te veel geforceerd hebt? Door met die kopgroep mee te gaan? Ja, misschien wel, maar wie niet waagt, wie niet wint, zeg ik. En als ze nou ons hadden laten lopen en we hadden een mooie voorsprong opgebouwd, dan had ik misschien het risico nog genomen om door te gaan. Want een plaats bij de eerste drie is toch het allermooiste. Aan kop een verandering. Klaas Kok kon het hoge tempo van Anne Talma niet bijhouden. Talma dus alleen weg. En heeft na 45 kilometer een voorsprong van 2,5 minuut. Hier het peloton weer helemaal compleet met de grote mannen aan kop. En het tempo is nog steeds om en nabij de 30 kilometer per uur. En bij reizen is het gebeurd voor Anne Talma. We zitten 60 kilometer in de wedstrijd. En we hebben een kopgroep met onder meer Albert de Boer, Berend Visser en Erik Hulsebos. Maar het peloton zit er vlak achter. Martin Oosten, je hebt technische problemen gehad, hè? Ja, ik had vastlopers in de lagers. Maar hoe komt het nou dat je toch rijdt? Ja, ik heb Bouke Thijsseling zijn skills gekregen. En dan ga ik gewoon verder. Is dat normaal dat jullie elkaar zo helpen? Nou, officieel niet. Maar ik kan goed met Bouke omschieten, dus maatjes onder elkaar. En via het hele mooie dorpje Sloten, en daar zijn wat achterblijvers, gaan we op weg naar Jouren via het plaatsje Scharsterbrug. En we zijn 84 kilometer onderweg. En dat het snel gaat mag blijken uit het feit dat de kopgroep 20 minuten voorsprong heeft op het tijdschema. Het is 11 uur en ze zijn 3 uur aan het rijden.
In een kopgroep is er toch een duidelijke kentering in de wedstrijd. We hebben een kopgroep van 8 man. Berend Visser, Jillert Allema, Egbert Post, Erik Hulsebos, Albert de Boer, Elk Tuit, André Klompmaker en Frans van den Bergen. Een hele sterke groep die hier in de fout gaat. Een verkeerde afslag en dat heeft natuurlijk consequenties, want dat betekent dat het peloton gewoon weer langszij kan komen. Uitstekende organisatie. Het wegverkeer werd prima geregeld, maar er zijn van die momenten ja, waar je eigenlijk niks te zeggen hebt. Nou, dit is niks. Hé, wat nu? Wat nu? Nou, de brug, dan moet ik maar even wachten. Kan dat zomaar? Ja, nee, ik heb het al, ja, ik heb al achterstand op heel toon. Ja, maar komt jou dus heel slecht uit nu? Ja, want je mag niet meer dan een half uur achterstand hebben in Heerenveen. Het wordt kielig heerlijk dat. Op weg dus naar Heerenveen, 100 kilometer punt. En wat van belang is voor de deelnemers aan de 200 kilometer skielerrace is dat er geen verschil is met een kopgroep van 30 minuten, althans niet groter. Maar dan is het gewoon inpakken en wegwezen. Dat is de afspraak gemaakt voor de wedstrijd. 30 minuten. En daarboven is het gewoon heel simpel afgelopen. Nou, het is nu 30 minuten achterstand en alles wat nu in Heerenveen gaat passeren, dat gaat uit koers. Nou, dan gaan wij naar. Maar hoe ze komen hard langs rijden, hoe bent u van plan die mensen tegen te houden? Ik probeer ze met handopsteken te activeren om te stoppen en de eerste man die komt eraan en we zullen gaan kijken hoe dat zich gaat afspelen. Jij moet nu stoppen, het is meer dan 30 minuten, ja? Ja, dan moet je niet denken dat ze dat leuk vinden, want dat is gewoon een ontzettende teleurstelling. 30 minuten op 100 kilometer, waar praten we over? Dit is de kopgroep met aan de leiding Egbert Post, een groep van ongeveer 20 man. En dan een ontsnapping van Jillert Allema. Bij zijn woonplaats Bontebok gaat hij het eens proberen en hij neemt een voorsprong. Maar hij weet dat er een heel sterk peloton achter zit. Mannen met de juiste cadans, met het juiste ritme. En daar zijn dan die achtervolgers. En het is Erik Hulsebos die geen enkel risico neemt. Hij demareert en gaat achter die Allema aan. Dit is hem, Erik Hulsebos. En op weg naar Drachten is Allema terug bij. Dit zijn dan de heren de achtervolgers op 45 seconden. En eigenlijk de gedoodverfde favoriet, Egbert Post, die moet afhaken. En u ziet hem misschien daar, die typerende stijl. Tweede van achter, Jeen van den Berg, op meer dan 20 minuten. En de koproep ligt inmiddels 25 minuten voor op het schema. Maar het gaat goed met Jeen van den Berg. Een legendarische naam op de schaatsen, maar ook op de skielers. Een sublieme techniek en een hele goede mentaliteit. En dit is de kopgroep, 10 man, met Berend Visser. Hij is heel actief voorop. Daar ziet u hem, Berend Visser. En de snelheid ligt ongeveer bij de 33 km per uur. Belangrijk is natuurlijk de samenwerking in zo'n kopgroep. En u ziet hier nummer 1, Jillert Allema. Hij is al een keer weg geweest en probeert het nog een keer. Met alle risico's van dien. Want het is nog een heel eind. Nummer 1, Allema. Blik op oneindig, achterom kijken en dan, tja, wat zou ik doen? Toch maar wachten. En dat zijn de consequenties. De kopgroep is weer compleet. 10 man op weg naar Dokkum. We zijn inmiddels in de finale van deze 200 kilometer skielerrace. Nog 40 kilometer naar de finish. En het is nu zaak om je te concentreren erbij te blijven.
Want iedere misslag kan fataal zijn. En natuurlijk gaat de vermoeidheid parten spelen. 160 kilometer onder de wieltjes weggegleden. Maar waar is Egbert Post gebleven? Ik heb ontzettend brandende voeten. Het is echt alsof ze ontploffen staan. En toen heb ik naar 100 kilometer het besluit genomen om ze uit te doen. En mijn voeten in de kanaal te doen. En te dompelen. En dan hopen dat ik gewoon weer het gat kon dichtrijden. Omdat ik gewoon hele goede benen had. En dat lukte me ook tot die tweede groep. Probeer ik naar de eerste groep toe te rijden. Ik kwam tot 2 minuten. En toen sloeg het noodweld weer toe. Ik had na 2 uur al brandende voeten. En dan, ja god, dan gaat gewoon alles meespelen. En ik balen van aan stekken. Wat het is, weet ik niet. Maar het is niet uit te houden. Het doet zo'n pijn. Verschrikkelijk. Het doet zo'n pijn. Verschrikkelijk. En dat geldt nog voor al die deelnemers die in de strijd zijn. 170 kilometer zitten erop. En nu is het een kwestie van afzien. Echt tot het uiterste gaan om daar straks over die finish te glijden in Leeuwarden. Erik Hulzenbos heeft de cadans, maar het gaat allemaal niet meer zo soepel. Jillet Anema ziet u hier. De laatste loodjes wegen letterlijk en figuurlijk het zwaarst. En dit is dan de kopgroep van 4 man voorop Berend Visser. De nummer 1, we kennen hem inmiddels, Jillet Anema, maar hij kan het nu niet bolwerken. Hij heeft te veel energie verspeeld en moet lossen. Groep achterblijvers met nog steeds van de partij Jeem van den Berg. Vorig jaar 160 mensen gestart in de 200 kilometer skielerrace. 26 slechts over de finish in Leeuwarden. Deze keer iets meer dan 100 mensen van start gegaan en nog steeds 60 in de race. En de omstandigheden zijn ideaal. Alhoewel... En nu komt het ware krachtig bovendrijven. Het is stampen en doorgaan. Een kopgroep van 4 man. Berend Visser, Erik Hulzenbos, Henk Elziga en Ellert Tuik. En met een hele sterke Berend Visser die inmiddels gedemarreerd is. Want hij weet dat hij geen kans heeft met een eindsprint. Maar Erik Hulzenbos blijft makkelijk bij. Ellert Tuik kan het hoge tempo niet aan. We hebben dus nu dus 2 man. Berend Visser en Erik Hulzenbos. Nog 10 kilometer, 190 kilometer in de benen en dan zit het voor deze 2 man erop. En wat zal er door het hoofd gaan van die Berend Visser? Hij zal iets moeten doen, want die Hulzenbos heeft al eerder in dit seizoen laten blijken dat hij beschikt over een heel goed eindschot. En opnieuw een demorage van Berend Visser. Maar opvallend is ook hoe makkelijk die Erik Hulzenbos erbij blijft. Met de moed der wanhoop eigenlijk, Berend Visser op weg naar de finish. Maar Hulzenbos klauwt, gaait. Het is allemaal niet even fraai, maar wel effectief. Zwaan kleef aan. In dit geval geldt dat voor Berend Visser en Erik Hulzenbos. De Visser geeft deze poging op en Hulzenbos kan uitblazen. Nog even een slokje. En hij weet toch dat hij goed zit, die Erik Hulzenbos. Pas 19 jaar, een heel groot talent, ook goed op de schaatsen. Heeft zich vreselijk voorbereid. En hier weer Berend Visser die het probeert. Maar die Hulzenbos die blijft gewoon maar doorrammen. En achter die brede rug van Berend Visser glijden ze de straten van Leeuwarden in. Inmiddels de echte finale, de laatste 500 meter. En nu krijgen we een tactisch spelletje. Berend Visser... die het een aantal keren geprobeerd heeft, maar die Hulzenbos niet kon kwijtraken. Spannende momenten. En hier komt de beslissing van deze tweede 200 kilometer skielerrace door Friesland. Oh, ik heb kraven, oude kraven. Oh, ik heb oude kraven. Oh, mooi, joh. Vriendelijk. Oh,
hartstikke goed. Niet liggen, jongens. Goed, jongens. Pas op, jongens. Niet liggen, jongens. Hoi, Bosje. Erik. Ja. Oh. Erik, wordt gefeliciteerd. Die zei het al, hè. Je hebt goede benen vandaag. Ja, ik voel me verschrikkelijk goed in de wedstrijd. De laatste 10 kilometer demareren. Weer vissenbakje en toen kreeg ik kram. Ik denk, nou, als ik maar niet bij die eindspin een extra fikse kam krijg, dan is het goed gebeurd natuurlijk. Maar ik had wel kram, maar nou ja, toch alles op alles door blijven zetten. En het is net gelukt, ik kon net een paar meter voor blijven. En dan op bijna 2 minuten de finish van Ella Tuik en Henk Elzegaar, respectievelijk de nummers 3 en 4. En het is zwaar geweest bij deze hele mooie 200 kilometer skielerrace. De uitzag nog even: Hulzenbos 1, Visser 2, Tuik 3, Elzinga 4 en Slachter 5. Skieleren, een fraaie sport. Het is ongeveer 3 keer zo zwaar als schaatsen. En dat betekent dat al die 60 mannen die over de finish komen in Leeuwarden een uitzonderlijk goede prestatie hebben geleverd. Met daarbij nog de extra vermelding dat good old Jane van den Berg, jawel, als 25e finishte met een achterstand van 43 minuten. Maar hij was er weer bij.